Een hele goede morgen en welkom bij dit ochtendwebinar van AG, All Sessions Amerikaans aandelenhandelen bij AG. Ik ben Bart Sips, New Business Consultant bij ons en ik zal vandaag dit webinar geven. Vandaar zijn we vooral gemikt dit webinar op nieuwe klanten bij AG die graag het aanbod wensen ontdekken. Vooral dan in Amerikaans aandelen en de extra mogelijkheden die we daar bij AG over aanbieden. Zoals steeds weer bij onze webinars, belangrijk om de risicowaarschuwing mee te geven. IG biedt enkel een uitvoerende dienst aan en de inhoud tijdens dit webinar bevat dan ook geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Het is niet een uitnodiging tot het uitvoeren van een transactie in enig financieel instrument en IG kan dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de acties die ondernomen worden of de gevolgen. Iedere vorm van beleggen is risicovol. En in het bijzonder ook zo wanneer je handelt met CFD's. 76% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's bij AG. En vandaar dat we onder andere educatie geven, dus dit soort webinars, om onze beleggers te ondersteunen bij hun keuzes. Om ervoor te zorgen dat u de producten goed begrijpt. Prima, dan duiken we er gelijk even in hoe dat het eruit ziet bij AG om te handelen. Met Amerikaanse All Sessions aandelen. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is natuurlijk Labor Day. Dus de Amerikaanse beurzen zijn grotendeels gesloten vandaag. Ik zet hier nog even ter herinnering het schema op voor vandaag. Dit is wel in UK time. Dus reken even een uurtje extra voor ons in Nederland. Dus vandaag zien we een out-of-hours price op Wall Street, de S&P en Russell, US FANG Index en US Tech, dus de Nasdaq, totdat ze vanavond opengaan om middernacht. De meeste andere equities en grondstoffen, bijvoorbeeld gewoon aandelen, zijn vandaag gesloten. En dit heeft bijvoorbeeld dan vandaag ja, een extra gelegenheid om even rustig te kijken naar de Amerikaanse aandelen, nu vandaag niet kan gehandeld worden. En dan morgen gaan we gewoon opnieuw terug van start, met enkel even twee futures, grondstoffen futures, die later openen dan gewoonlijk. Zo, zodra je inlogt op je account bij MyAG, krijg je een overzicht onder hallo je voornaam. Dus bij mij hallo Bart. En om Amerikaanse aandelen te handelen, kan je aan de slag bij AG op twee verschillende manieren. De ene manier is gewoon via CFD's. Dus dat is de goede oude vertrouwde manier met vaste hefbomen, waarin AG al jarenlang actief is. En dan is er ook de nieuwe manier om Amerikaans aandelen te handelen, namelijk barriers, wat eigenlijk een gevorderde vorm is van het handelen met een hefboom. Bij barriers heb je als het grootste verschil met CFD's dat je handelt met je eigen hefboom, die je dus zelf bepaalt, in tegenstelling tot bij CFD's waarbij je vaste hefbomen krijgt. Laten we even met de basis beginnen. Dus eenvoudigste instapmodel voor nieuwe klanten is bijvoorbeeld via zo'n CFD. Dat hebben we trouwens beschikbaar in live en demo versie. Ik heb nu even op de live geklikt. Vervolgens kan je oftewel hier rechtstreeks via zoeken het aandeel erbij nemen. Zo krijg je bijvoorbeeld Tesla te zien. Let hier wel even op, je hebt Tesla Inc. Dat is de Duits genoteerde Tesla. En daarnaast heb je ook de All Sessions. Vandaag zullen we focussen op de Amerikaanse versie, dus de All Sessions aandelen, die dus vandaag gesloten zijn. Hetzelfde help je bijvoorbeeld ook voor Apple. Zie je ook een andere listing nog in euro's. Duitsland, terwijl je eigenlijk de All Sessions vandaag zullen bespreken. Dus dat is de meeste liquiditeit zit bijvoorbeeld in die All Sessions. Dus de gewone Apple zoals we hem kennen in dollars genoteerd. Alternatief kan je ook het menu gebruiken via aandelen. En dan kan je dus filteren, oftewel op een index, als je graag bijvoorbeeld aandelen uit de US Tech enkel toont, of enkel vanuit Wall Street, dan kan je die zo selecteren. En heb je enkel dus bijvoorbeeld nu de 30 aandelen uit de Wall Street. Laten we nu bijvoorbeeld voor dit voorbeeld dat uit laten staan en gewoon alle aandelen nemen van de Verenigde Staten. Dan zal je hier zien dat er sommige tussen zijn waarbij All Sessions achter staat en andere
zoals bijvoorbeeld Nikola Corporation, Plug Power Inc., waarbij geen all-session staat. Nu, wat is het verschil tussen die twee? Bij de all-sessions aandelen gaat op een normale handelsdag, als het dus geen Labor Day is, bijvoorbeeld morgen, dan gaan die aandelen bij IG al open om 10 uur 's ochtends, met dus als extra mogelijkheid dat je dus al vroeger dan de algemene sessie de markt kan betreden met een positie, of eventueel uitstappen. Want de markten slapen immers niet, en op die manier heb je alvast de mogelijkheid om meer volatiliteit te traden, of je verliezen te beperken, of alvast je winst vroeger te nemen, zonder te wachten tot de algemene beursopening. Voor de All Sessions aandelen is dat beschikbaar online, en zal je dus ook de koers zien bewegen vanaf 10 uur 's ochtends, en dat doorlopend tot 2 uur 's nachts Nederlandse tijd, met uitzondering van vrijdag, waarop de koers stopt om 11 uur 's avonds. Als we dat bijvoorbeeld op de 1 uur grafiek bekijken, dan zien we hier bijvoorbeeld zo voor Tesla, we zien nog van 9 tot 10, hier een candle, nog van 10 tot 11. En daarbij sluit het dan af op een vrijdag, dus 1 uur na beurs, die we daar nog hebben gezien op Tesla. Als we een dag ervoor nemen, bijvoorbeeld hier zitten we op donderdag op vrijdag, dan zie je dus nog candlesticks bij IG doorlopen, tot hier nog vrijdag 4 september, 1 tot 2 uur. Dus dat is eigenlijk donderdag op vrijdagnacht voor ons. Dus tot 2 uur 's ochtends op vrijdagochtend kon het Tesla-aandeel nog verhandeld worden bij IG. Het verschil daarbij tussen all sessions en standaard aandelen, dus in de Verenigde Staten, in die nabeurshandelen, is dat je daarbij best kan opletten op een ruimere spread. Bijvoorbeeld om 2 uur 's nachts, als je dan nog net voor 1:45 nog gaat handelen in de nabeurs op Amerikaanse aandelen, dan kom je natuurlijk korter bij het slot van de sessie. In tegenstelling tot de algemene beurssessie, die gewoon van 3:30 tot 10 loopt, zal je merken dat je hier dan een marktspread hebt die doorgaans iets breder zal zijn, omdat er minder liquiditeit is. En als je dat via een all sessions aandeel handelt, met bijvoorbeeld stop en limieten. Nog even ter herhaling, een stop is het positie waarop je, is een niveau waarop je positie automatisch gesloten wordt, indien die tegen jouw richting beweegt, en limiet waar die gesloten wordt, indien die met jouw richting mee beweegt, dus om je winst te nemen. Omdat die spread ook ruimer oploopt, hou je daar best ook rekening mee met de afstanden die je instelt voor die stop en limiet. Zeker als je gewend bent om in de algemene sessie te handelen. Stel je je kiest voor niet all sessions aandeel. Laten we bijvoorbeeld eentje bijnemen. Laten we de Plug Power Inc. nemen. Dan zie je dat die gewoon eindigt om 9 uur, dus in plaats van om 10 uur vrijdagavond. En dat die op andere weekdagen net hetzelfde doet. Dus de laatste candle, 1 uur die ik heb ingesteld, ook eindigt om van 9 tot 10 uur. En dus niet doorloopt tot 11 uur, zoals we dat zien bij de andere aandelen, bij de all sessions aandelen. Echter, deze aandelen zijn ook beschikbaar bij IG om te handelen pre- en post-market. Alle Amerikaanse aandelen zijn dat immers. Enkel het verschil hierbij is, omdat hier nog minder liquiditeit in zit dan in die all sessions, voor de pre- en post-market stellen we dit enkel beschikbaar via telefonisch handelen. Dus daarvoor bel je de dealinglijn op bij IG. Dus dat is onderaan op onze website ig.com/nl te zien hier onderaan, dus bij bestaande cliënt, 020-708-5520 nummer. En dan kom je bij IG terecht om een trade te plaatsen. Waaronder dus bijvoorbeeld een Amerikaans aandeel dat niet all sessions is, kan je dus ook pre- of post-market op die manier verhandelen. Hierbij laat ik alvast nog even de ruimte. In tussentijd moesten er vragen zijn hoe dit werkt bij CFD's qua platform. Alvorens ik doorga naar de CFD's en de margevereisten die je hiervoor nodig hebt. Dat kan je zien hier via het infoticket.
margevereiste 20%. Als particuliere klant is dat bijna voor alle aandelen zo, dat die 20% bedragen als margevereiste. Dus dat wil zeggen 1/5 van de waarde van de koers, die heb je nodig als margevereiste, als deposit om langs de kant te houden. Dat terug wordt gegeven bij het sluiten van de positie, tezamen met de afwikkeling van de winst of verlies op die positie. En dit is dus waar het verschil optreedt met barriers waar we zo dadelijk aan toekomen. Als we echter andere aandelen gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld American Airlines. Dit is een aandeel dat sterk in beweging is geweest. En hierbij zien we bijvoorbeeld, als je een iets grotere positie inneemt, dat we bij AG 25% margevereisten gaan vragen, bijvoorbeeld in band 2 en 45 in nog hogere. Met andere woorden, eigenlijk als er een... doorgaans is het bij CFD's altijd 1 op 5. Echter, als je in heel volatiele aandelen handelt of aandelen met een kleinere liquiditeit, dan is het mogelijk dat je een hogere margevereiste nodig hebt om zo'n positie te openen bij de CFD's. Op ons YouTube-kanaal, IG Nederland, kan je nog verder meer video's terugvinden over het plaatsen van een transactie via voorgaande webinars, ook in toekomstige webinars, zullen we daar opnieuw verder op ingaan voor nieuwe klanten, hoe je een trade kan plaatsen. Hierbij geef ik alvast even het overzicht daarvan. Vandaar gaan we dit vandaag even overslagen, omdat we vooral gaan focussen op die Amerikaanse aandelen. Vandaar nemen we er nu even ook de barriers bij, om te tonen hoe het verschil daar zit tussen Amerikaanse aandelen op een CFD en op een barrier. Je wisselt dus rechtsboven naar je barriers en optiesrekening. En zodra het scherm laat, kan je dan opnieuw via dezelfde manier zoeken of via de structuur langs de linkerkant je gewenste aandeel vinden. Dus op dezelfde manier kan je zo Tesla intypen. Of je kan via barrier opties, aandelen, Verenigde Staten, het gewenste aandeel terugvinden. Nu, het verschil tussen CFD's en barriers is dus bij een CFD heb je een lopende winsten en verliezen op je positie. Heb je ook vaste margevereistes. En bij een barrier zit het anders in elkaar. Barriers zijn altijd gekochte opties. Waarbij je dus met een gelimiteerd risico gaat handelen op aandelen, waaronder Amerikaanse aandelen. Stel bijvoorbeeld, je hebt interesse om in Tesla te handelen. Dan heb je, in tegenstelling tot bij de CFD's, waar je altijd 1 op 5 margevereist hebt, kan je dat hier zelf bepalen door een bepaald knockout niveau te selecteren. Kies eerst gewoon even de richting die je wenst in te nemen op Tesla, met een gekochte put. Dus als je in een neerwaartse beweging van Tesla wenst te traden. En call als je gelooft in een verdere opwaartse koers van Tesla. Dus dat Tesla nog meer waardering zal krijgen. Vanzelfsprekend, omdat het verschil tussen het marktniveau en de knockout niveau zal de kost zijn van je optie. Zal bij een call het knockout niveau onder het huidige marktniveau liggen en bij een put waarbij je mikt op een neerwaartse beweging het knockout niveau boven de huidige marktprijs liggen. Stel we bedenken dus Tesla zal verder stijgen als hypothetisch voorbeeld voor dit webinar. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen hieruit een selectie van knockouts om dus je eigen hefboom te bepalen. Stel, we zouden zo kiezen voor 37.570. Let erop, dat is een notatie in dollarcenten, net zoals hierboven. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk $417.48 hebt als koersniveau momenteel. En dus het knockout niveau op $375.70 legt. Het verschil wordt dan tijdens de markturen berekend als hier de openingsprijs. Dus dat zal dan neerkomen. Momenteel staat hier gewoon de prijs van 41.700.
48 min 37.570. 570. Zo, 4.178. 4.187. Heb ik misschien net nog even ernaast getypt. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen deze twee prijzen die je hier ziet, opnieuw in centen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je gewoon $41,87 cent hebt als kostprijs daarvan. Als je dat dan kiest voor 100 aandelen, met andere één contract, dan kom je dus neer op $4,187. Wens je het maar voor één aandeel te doen, dan typ je in 0,01 en hebben we dus opnieuw hier datzelfde bedrag staan, $41,87. $41,87, want het is allemaal uitgedrukt in centen op de beurs. Zoals je merkt, dit is iets complexer als een CFD. Echter, eens je ermee vertrouwd bent, hoe dit in elkaar zit, dan biedt dit extra mogelijkheden dus aan voor de belegger. Ik loop even opnieuw door. Stel, je zou een positie openen van bijvoorbeeld 500 aandelen. Omdat één contract, één barrier call contract, is 100 aandelen, krijg je met dus 5 contracten 500 aandelen. En het platform berekent dit ook voor u hoeveel dat bedraagt. En dan komt hier onderaan ook duidelijk te staan wat dat zou betekenen in euro's en in dollars. Dus het is 500 maal dus die $41,87. Om het even terug eenvoudig te maken, een vergelijking met een CFD bijvoorbeeld. Als je 0,01 aandeel koopt, dan hebben we dus 0,01 contract is plus 1 aandeel, betaal je hiervoor $41,87. Wat dus, laten we zeggen, van die $417 $48 koersniveau ongeveer neerkomt op een hefboom van 1 op 10. Terwijl we eigenlijk in het achterhoofd houden, onze CFD's daarnet, die hadden een hefboom van 1 op 5, 20%. Met andere woorden, bijvoorbeeld voor Tesla heb je een hefboom die 2 keer zo groot ligt nu als de hefboom die je daarnet bij de CFD's had. Bovendien is deze ook flexibel. We hebben nu even het eerste knock-out niveau gekozen in dit voorbeeld, waarbij ik dus een hefboom van 1 op 10 heb gekozen, $41,87 op een koersniveau van $417. Stel, je wenst een kleinere hefboom te nemen, dan ga je gewoon verder weg van het huidige marktniveau, naar bijvoorbeeld 35.000, dus met andere woorden $350. Wat ga ik hier voor inleg betalen? $67,57. Dus $67,57. Laten we dat ook even opnieuw doen. $67,57 gedeeld door een koersniveau van 417 betekent een margevereiste van 16%. Dat is ongeveer een hefboom van 1 op 8. 1 op 7, 1 op 8. Als nieuwe hefboom dus die je kiest als je voor een koersniveau gaat van $350 voor die knock-out. Met je nog een lager hefboom kan je natuurlijk nog verder naar beneden gaan. Puur wat je als belegger graag ziet als risiconiveau om deze trade te betreden. Weet sowieso ook het verschil tussen CFD en een barrier hierbij. Als je bij een CFD handelt, daar een initiële marge vereist, dus die 20%. En dan is het ook belangrijk dat je ook de lopende verliezen blijft dekken. Dus stel de positie zou tegen jouw richting ingaan, dan heb je niet enkel die initiële margevereisten nodig, maar ook het verlies om de positie aan te houden indien de positie tegen jouw richting zou bewegen. Dus als je bijvoorbeeld een verlies hebt van 10%, dan heb je ook die extra op één aandeel tenminste $41 nodig om om bijvoorbeeld een positie aan te houden. Bij een barrier betaal je het volledige maximale verlies bij de inleg. Dus dat is opnieuw in dit voorbeeld, dus die $41,87 betaal je volledig bij de inleg.
Stel, die gaat dan half tegen jouw richting in en die koers duikt tot ongeveer een 39,5. Dan is er geen extra aanvullende marge die je moet inleggen op de rekening. Met andere woorden, bovenop de hogere hefboom die je kan selecteren, of lagere hefboom, in dit geval hoger dus, van 1 op 10, heb je ook geen extra fondsen nodig om een verlieslatende trade te blijven dekken, waar je dat wel zou nodig hebben om bij een CFC. Tot slot geef ik nog graag even mee dat je, net zoals bij de CFD's, ook hier stops en limieten kan inleggen. Onder andere zo via de grafiek, zoals de meeste klanten het verkiezen. Echter, je kan ook gewoon het niveau hier invullen op stop en limiet zelf, om op die manier aan de slag te gaan met die barriers. Qua commissie, helaas, ja, momenteel, dat is het nadeel van de sessie te geven op Labor Day, is uiteraard de markt momenteel niet beschikbaar. Maar zoals u ziet, hieronder verschijnt het commissiebedrag dat u zal betalen voor het openen van een trade in Tesla via een barrier en ook voor CFD's. Toon ik je graag even waar je dat kan terugvinden op de website. Onze productvoorwaarden kan u zo terugvinden via help en dan kosten. Vervolgens zie je hier zowel CFD's als opties staan naast aandelen. En kan je zo doorklikken om afhankelijk van de regio het commissiebedrag terug te vinden. Voor VS-aandelen waar dit webinar op ingaat, is de commissie per transactie 2 cent per aandeel met een minima van $10. En daarmee krijg je dus toegang tot het volledige aanbod van IG, zowel pre- als post-market. Van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts. Als je eventueel telefonisch handelt, is de commissie $15. Als je aandelen opties erbij neemt, dan krijg je de barriers erbij. En daarbij zie je dat dus één contractgrootte is 100 aandelen. En heb je opnieuw 2 cent per aandeel, $10. Met andere woorden, qua commissie is er geen verschil tussen de CFD's en de barriers voor de Verenigde Staten. Het relatieve wegingsfactor van de commissie is dus groter als je kleinere trades plaatst. Geef ik even mee als tip. Het kantelpunt ligt hem dus op 500 aandelen. Als je dat handelt, dan zal je $10 commissie betalen. En op die manier heb je een relatief lagere kost in de commissie van in je trade, van de commissie in je trade bedoel ik. Wordt het dus voordeliger om grotere trades te plaatsen vanaf 500 aandelen of meer. Zo, hierbij heb ik even de barriers en CFD's voor onze All Sessions Amerikaanse aandelen naast elkaar gelegd. En ik hoop dat jullie het waardevol vonden om dit even op het scherm te zien. Dan wens ik jullie allemaal veel succes met het traden als de Amerikaanse aandelen morgen weer open gaan. En wens ik je nog een fijne dag verder toe. Goede start van de week. Tot ziens.